Guys, we gaan vandaag hiken. We gaan de Lion's Head doen en daarna Table Mountains. We zijn nog niet eens begonnen aan de hike, maar kijk ons achtergrond. We staan nu al best wel hoog. En ja, super mooi uitzicht nu al. Dus ik ben benieuwd hoe het er straks uit gaat zien. Let's go! Dus één ding wat waar we een beetje zorgen maken is veiligheid. Zoals overal in Zuid-Afrika heb je natuurlijk een veiligheidsissue. Hier specifiek blijkbaar wordt dat we zitten met minimaal een groep van 3-4 mensen rond te lopen. Anders word je onderweg beroofd en zo. Maar ja, het heeft overal gevraagd. Er zijn zoveel mensen hier gaan joggen in zijn eentje, vrouwen alleen. De meeste mensen zeggen van ja, de loopt even, het valt wel mee. Dus ja, we hebben er wel rekening mee gehouden. Als iets gebeurt, geven we onze spullen af. We hebben belangrijke documenten thuis gelaten, onze trouwringen. Dat is hoe voorbereid we altijd zijn. Moet je ook zijn. Maar ik heb al mijn kamerspullen mee, dus die kwijt ben. Hoop ik kan mijn verzekering dan helpen. Anders zijn we good night. Kijk, deze paraglide. Hij heeft een motor bij zich. En het is gewoon amazing wat hij hier gewoon met dit uitzicht hebt. We zijn alweer aan het dalen hier. Het is een beetje spannend net. Best een behoorlijke klim toch wel. Bepaalde plekken. Het is echt meer klimmen dan hiken. Maar als je kan zien, het wordt het echt prachtig uit hier. Ik haat klimmen vol. Ik haat rock climbing. Ik haat abseiling. Maar je deed wel goed net. Ja, maar dat was wel spannend. Mijn benen trilden als jelly. Ja, onze benen zijn wel helemaal verzuurd. Want wat al het roadtrippen. Kijk, al onze spieren gewoon helemaal verdwenen zijn. En we gaan nu eigenlijk haasten naar beneden. Zodat we nog snel de Uber kunnen pakken naar de Table Mountains. En daar de kabelbaan naar boven pakken. Want daar gaan we echt niet meer hiken. Nog rijk voor vandaag. En het is echt prachtig. We staan in de cablecar en we klimmen zo naar de Table Mountains. En we hebben een uurtje om naar boven op te lopen, during sunset, dus dat is mooi. Vandaag ben ik heel blij en ik ben benieuwd hoe daarboven is of het veel echt mooier is dan de Lion's Head daarnet waren. We staan dus op de top van de Table Mountains, alleen het is extreem toeristie. En ja, het aangelegde paden en zo. Iets minder vet dan die plek waar we net de Lion's Head, dat is echt veel chiller. Maar het is wel echt mooi hier. Ja. Laatste minuten van sunset, ons ondergang over Kaapstad. De zon is onder en Cape Town is donker geworden. Alle lampen aanstaan. We zijn omgeven hier met de oceaan, die 1000 foto's aan het maken zijn. Ja, wij zijn natuurlijk een van die mensen. Dat was van vandaag. Dat was van vandaag. We gaan nu lekker eten, uitrusten en morgen nog een laatste dag in Cape Town. We zijn hier in Bokaap. En als je kunt zien, allemaal huizen die heel licht gekleurd zijn, heel opvallend. Heel apart. En ik match je goed bij vandaag met mijn kleren. Ja. Ik besloot om ook heel felle kleurig bij te lopen. En ik weet niet of je het geschiedenis erachter is dat alles kleurig is. Natuurlijk wel een van de Nederlandse wijkjes. Dat ook Bokaap heet. En volgens mij alle straat hebben allemaal Nederlandse namen. Maar volgens mij nu wonen er allemaal Maleise mensen. Of in ieder geval mensen die uit Maleisië hier toegebracht waren als slaven destijds. Of als goedkope werknemers. Ik heb echt de afgelopen dagen heel weinig gevlogd. Het komt omdat we dus iedere keer als we naar buiten gaan, ik mijn mobiel thuis laat. Ik durf gewoon geen tas bij me te hebben. Ik weet misschien overdreven, maar toch, die verhalen die je van locals hoort en zo, zeggen toch wel dat je beroofd kan worden. Ook gisteren trouwens op de Table Mountain, toen hoorden we iemand telefoon opnemen en diens dochter die riep dat ze beroofd was. Dus het is niet voor niks dat ik bang ben. Dus Varing is de enige die een tas meeneemt met valuables en ik vlog gewoon met zijn mobiel. Maar ja, omdat ik er badass uitzie. Helaas, ik heb dus niet heel veel beelden van Kaapstad, maar probeer zo veel mogelijk met Varing's mobiel. Want daarmee doet hij ook nog stories voor Instagram en drone besturen. Dus ja, die batterij is gewoon zo op. Vandaar. Maar ja, we doen ons best. We zijn hier nu aan het rijden naar het strand.
beach. En het is hier echt prachtig gewoon. Je hebt, de zon gaat bijna onder, dus je hebt echt zo'n waas hier met al die golven die hierop komen. En op de achtergrond zie je de Table Mountains en dan gewoon allemaal huisjes die daar gebouwd zijn. Het is hier echt prachtig gewoon. Dat is trouwens Lines Peak, die we gistermiddag geklommen hebben. En daar is de Table Mountains, dat is waar we gisteren op Sunset waren. Maar met dit allemaal, het uitzicht, de stranden, de bergen, snap je wel dat mensen zeggen dat Keten de mooiste stad ter wereld is. Ja, maar dat vind ik ook echt. Kijk, het strand zo wit ook. Echt amazing. Ik zie net na zonsondergang, kijk eens hoe mooi het hier geworden is. Ongelooflijk. De wolken zijn allemaal roze geworden. Ik heb weinig geloven dat één stad zoveel moois kan hebben. We hebben gegeten bij Jerry's Burger Bar en het was echt heerlijk trouwens. We zitten alweer thuis bezig met onze laptop omdat we voorbereiding moeten nemen voor onze next destination. Het is alweer zover. Ja, we gaan niet heel snel weg ofzo, maar er zijn een paar dingen die we moeten regelen van tevoren. Ik kan niet vertellen welke land we heen gaan, dat is een verrassing weer. Maar dan moet je ook van tevoren dingen geregeld hebben, dus daar zijn we mee bezig nu. En daarna gaan we lekker tv kijken, serie kijken of film kijken, moeten we nog even uitzoeken. Leuke dag gehad vandaag, veel dingen gedaan, gezien en echt Kaapstad, serieus. Ik denk voorlopig mijn favoriete stad, in de top 5 in ieder geval. Nummer 1 Kaapstad, dan Queenstown, Hongkong, Tokio. Deze 4 steden staan op dit moment in de top voor mij. De 5e moet er nog bij komen, maar maar Kaapstad, nummer die op 1 staat, heeft alles. Je hebt beaches, mountains, stad, stadsleven. Het is wel prachtig gewoon. Het enige issue is de veiligheid, dat hier een beetje minder is dan de rest. Maar volgens mij valt het ook best wel mee. Ik denk dat we afgelopen dagen onnodig bang waren. Tenminste, ja. Iedere keer als je buiten rondloopt, ja, niks aan de hand. Veel beveiliging overal. Dus kom alsjeblieft naar Kaapstad. Het is hier echt prachtig gewoon. We zijn hier bij de waterfront. Best wel een vet locatie. Het is een beetje zo'n foodcourt-achtige plek gebouwd. Maar niet dat standaard foodcourt, echt all kind of food all over the world, allemaal mixed. We hebben net heerlijke sambosas gehad, die echt lekker waren. En hier kan je een of andere Hongaarse flatbread krijgen. Dit is hoe het eruit ziet. En het wordt niet gemaakt voor ons. Echt zin in. Dit is salmon. Yes. Dit is kip, chicken tikka. Dit is slow cooked lamb met mushrooms. En het is volgens mij vegetarisch, gewoon avocado met tomaten, mozzarella. Zin in? Ja. Tweeënhalf uur vliegtuig zijn, maar we wilden best wel even naar de beach komen en even luisteren naar de mooie zee hier. Ik hoop niet dat ook hier. Dat is waar met water. En kijk eens hoe mooi het eruit ziet. Huis allemaal de bergen. Prachtig uit. Wie zou hier niet willen wonen? En we hebben genoten van Cape Town. En plek waar je vaak terug moet komen. Een van die mooie plekken. Want misschien in de zomer. Iets meer kan ik niet van warmere weer. Hoewel het nu nog steeds 20 graden.
zal. We zijn onderweg naar de airport. We zijn een beetje laat. We hadden nu 10 minuten al op de airport moeten zijn. Maar ik denk dat we pas over een half uur aankomen. Dus hopelijk komt het goed straks. Maar dan komt het er gewoon veel te lang hebben lopen chillen op de beach vandaag. En dat was het wel waar. Laat alleen niet onze vlucht missen. Zelfs. We zitten hier om 9:30 en dat is helemaal mooi. Lekker verlenging. We hebben de hele tijd die koppel weer achterlopen stalken, omdat ze super fancy bijlopen op het airport. En het maakt net een grapje dat ze waarschijnlijk ook in een lounge hebben lopen chillen de hele tijd. En zo meteen bussen klaar gaan reizen en dat wij nooit die positie zullen hebben. Zelfs als ik geld heb, ga ik gewoon niet komen. Wat? Zelfs als ik geld heb, ga ik gewoon economy class. Maar... Hoezo, why not? Je wilt toch wel ooit kijken hoe het is om eerste klas te reizen? Ik ben wel benieuwd. Als het gratis kan. Wat? Als ik gesponsord krijg, doe ik wel. Anders niet te veel betalen voor 2 uurtjes. Nee, is wel overdreven inderdaad. Uiteindelijk, ja, economy is net zo okay, chill. Zo kost het vliegtuig eten. Alleen die heeft kip, ik heb vis. Het is nooit lekker, maar goed. Dat wel onze avondeten. We zijn onze guesthouse. Het is hier echt best wel chill, moet ik zeggen. En vooral de mensen hier. We hebben nu al 2 Namibiërs ontmoet. 1 onze taxidriver en net hier in het hostel. En echt van die super grappige mensen. Van die grapjes maak je altijd ook net. Die vrouwtje die ons kwam, onze kamer kwam brengen. Ja, jullie hebben geen badkamer. Jullie moeten mijn badkamer gebruiken vannacht. Hij zo, maar we hadden een private bathroom. En zij zo, ja, nee, dat is een foutje of zo. Nee, grapje. En dan gaat ze... naar de kast lopen, blijkbaar is die bathroom dus verstopt in de kast. Echt super random. En dit is de bedroom. Oh shit. Oké, ik sloop die deur meteen. Maar echt van die... Dat is heel super grappig. Hey. Ja. Als je vertelt zo over... En ook, nee, zo... Ja, zo over Uber. Super grappig. En hij zo, Uber? En hij zo, als je zegt van... Weet je, want ik weet niet wat over Aziaten, dat ze alle huis opkopen en heel veel gokken. Sorry voor mijn vooroordelen, by the way. En hij zo, yes, yes.